Just lean back. Goedemorgen, ik was weer even opgestaan. Ik was weer even slapen. Ik was weer gaan slapen. Ik ben helemaal... Ik heb misschien totaal 4 uur, 5 uur slapen gehad. Niet echt veel. Maar ze zijn ontbijt aan het maken. Ik heb niet mijn gezicht gewassen ofzo. Ik ben gewoon in mijn pyjama. Is this egg? Yeah. You gonna eat with me? Yes. Okay. This is halwa. Halwa? Halwa. This is traditional, huh? Yeah. This is jam. Yes. Apricots. Yeah. This is yogurt. Mm-hmm. Olive. Mint. Mm-hmm. Egg. This is called za'atar in Arabic. Mm-hmm. In English, it's thyme. Okay. And that's oil. And that's bread. And that's you here. Waking up so in the morning is so nice. Okay, you, how do you gonna combine the food? Okay, look. You do like this. With the oil. And with the time after. Then direct to the stomach. Thank you so much. Het is echt lekker, mensen. Alles is vers. Uit de tuin. Dit vind ik ook lekker, dit. Ik weet niet wat het is, hij heeft het gezegd. Oh, maar dit is echt lekker. Hij is al klaar met eten, maar ik nog lang niet. Oh. Ik proef als het laten noga. Maar dan iets lichter. Die beestjes hier. Ik ben helemaal aan het smullen, mensen. Ik vind het echt lekker. Ik heb me even gewassen. Ja, yeah, I'm finished. It's a beautiful. Yes, okay, you know. Take your tea with you. Okay. Hij gaat een droomvideo maken van mij. Oké, zie zo uit trouwens. Wow, it's a beautiful dress. Yeah. It's a nice color. Ik had jullie beloofd nog een video te laten zien waar ik verblijf. Dus bij deze, ik ga het jullie nu laten zien. Het is een beetje tegen het licht in. Dit is zeg maar een trap naar beneden. En dan kom je op Ferras zijn woonkamer. Je zit hier lekker te eten, shisha te roken. Natuurlijk een prachtig uitzicht. En dan gaan we naar beneden. Ik ben niet op mijn voeten, maar die zijn heel smerig. Heet het van het zand natuurlijk. Het is wel leuk om even dit ook nog even te filmen. Enorme hoge rotsberg. Dit is een uitzicht vanuit zijn cave. Daar is Ferras.
Dit is ook nog een bijeenkomstplek waar ze vuur. Het is lekker stoken. Dit is zijn etentafel. En hier kunnen de gasten verblijven. Dus ik slaap in mijn eentje daar het goede bed. Ik heb eigenlijk best goed geslapen. Ja, ik heb maar weinig slaap gehad, maar ik heb wel goed geslapen. Ik ben niet moe nu. Ik heb nog tandpasta hier. Ik zie dit zo uit, maar ik heb kracht gezien, maar ik wil die nog een keer laten zien. So cute, hè, die color. Badkamer en de keuken. We hebben lekker ontbeten. Ik heb even gewassen. Hij heeft een droomvideo gemaakt. En nu gaan we naar Petra. De monastery, de treasury. Een van de 7 wereldwonderen. We gaan de highlights bekijken. En hij neemt mij de dag helemaal mee. Dus we zien het wel. We gaan er nu vandoor. Het was een fijne eerste dag. Dit is de tweede dag, 23 juni. Let's go! Wacht even hoor. This is Monica, right? Hi baby! Show our greeter. Nee, hij gaat al in de jeep. Kijk, dit is onze jeep. Dit is zijn bedrijf. Ik heb 1 week hem ingehuurd. This is your company, right? Ja. Dit is zijn bedrijf. Wauw, kijk eens. Het is toch prachtig, mensen. Let's go. Ik heb er helemaal zin in, mensen. Oeh, dan kan ik niet echt... Hoe ga ik hier? Oh mijn god. Het is wel heel diep. From which side? Ik denk niet van deze kant. I come from the other side, I think. Oh, ik dacht dat we met de jeep gingen. Maar we gaan met deze... mule. Horse/ezel. We gaan met Monica mee. Monica gaat met ons mee. Oké, even kijken of ze rustig is. Of ik haar even rustig kan benaderen, ja. Ik ga eerst groeten. Hi baby. Hi schatje, heb je goed geslapen? Laat me even checken of ze lief is voor me. Baby? Monica? Monica? Oh, she's turning herself. What she's doing? What's this baby? Ik was echt even bang. Ze ging gewoon helemaal haar kont naar me keren. En ik dacht, ze gaat me schoppen of zo. Hij is vandoor, dus ik ren snel weg. Zag je dat? Ze is misschien een beetje bang. Ik ook. Zo, ik heb het weer overleefd. Monica, what are you doing, baby? I'm crazy. Dit is zijn paard. Ik noem het gewoon paard. But you trust me with Monica? Alone? I don't think I trust it. Ik krijg mijn eigen paard. Hij krijgt zijn paard. Oh, het niet. Maar hij vertrouwt het wel. Oké. Laila. Hoi Laila. Relax Laila. No.
Leila. Ja, dan moet je zo doen. Ik ben de baas, hè? Nu even. Hoe staat dat een paard? Leila? Ik heb geen idee wat Ferras wil, maar ik vertrouw hem erop dat alles goed komt. Ik vind het gewoon heel spannend zoiets. Ik weet niet wat we gaan doen. Het is wel heel mooi hier in ieder geval. Ah, wauw. Het is een lief huisje hier. Kijk eens. Kijk even of ik wel meeloop. Ja, ik zie wat straathonden en zo. Daar ben ik alweer bang. Ik ben eigenlijk overal bang voor. Ik ben gewoon een schrijter. En ik kom door met dieren. Het is prachtig hier. Ik denk dat ik hem ook even kwijtraak. Het is echt mooi hier, mensen. Ik denk dat het acht dagen veel te weinig zijn. Maar je misschien ook wel genoeg, joh. Op een gegeven moment is alles ook dezelfde. Als je allemaal rotsen en zo. Het is echt mooi hier. Ik moet wel even goed uitkijken waar ik loop, hoor. Ik ben hem al kwijt en ik heb alweer last van mijn knie. Kan jij geloven dat ik hier gewoon helemaal loop? Zo? Hij is nog sneller dan ik. Het is twee paarden. Het is wel heel eng. Wauw, dit is ongelooflijk mooi. Kijk, hij is zo weg. Kijk, sta ik hier. Helemaal in mijn eentje. Hij denkt, doei, deze vrouw is zo sloom. Wauw, dit is echt... Ik ben hartstikke bang, joh. Het is hartstikke diep, mensen. Kijk maar. I say it in Dutch, like I'm scared, man. It's high. I lost you. Hij is aan mij helemaal zat. Wow. Hoe kunnen mensen zo leven dan, zo hoog de hele dag door? Ja, ik denk dat ze ook wel eens daar wennen. Prachtig hier, mensen. Ik ben echt zo'n Instagram toerist. Oh, what a beautiful here. It's nice. Nice. Nou, het is echt mooi. Kikboe. Wauw, kijk nou, nu komen we dus op de binnenplek. Zeg maar waar het allemaal gebeurt, mensen. Snap je? Hier komen allemaal die toeristen om alle opgravingen, gebouwen te checken. En dus daar gaan we nu naartoe. En hij gaat me de goede plekken allemaal wijzen waar we foto's kunnen maken, dronevideo's. En ik laat je het even zien. Er zijn al een aantal toeristen, nog niet zo heel veel. Ik weet niet wat dit is allemaal boven. Maar ik moet even doorlopen. Want anders wordt hij misschien wel. We zijn helemaal onderaan. Laat me kijken wat hier. I think. I know one place Queen Sheba is making a bath there, right? This is a bath, right? In the past, this is a bath, to butter, you know, yes. To make a hidar. I know, they make a nice bath time to clean themselves, right? It's over here, I think. Is this building.
This one building. It was a bath, right? Bath, yeah. Yes. You see the one up there, the temple? Yeah. Also this one too. Yes. Yeah. I'm right, I'm smart. I know, my friend. So, in het verleden, mensen, kwamen de Nabatiërs, de nomaden, kwamen hier samen. Je ziet wel hoe mooi. De traders waren dat. De Romeinen, de Arabieren, de Grieken, gingen hier hun spullen verhandelen. Het was hier ook een plek waar eigenlijk mensen samenkwamen, de rijken, om te handelen natuurlijk, te bespreken. En dan waren hier hele mooie gebouwen gebouwd. En we gaan het hier allemaal laten zien. Hij is al heel ver, maar zo is het helemaal. Het is beautiful. Daarom die gebouwen zijn ook een beetje mix met Arabieren, met de Grieken, met de Romeinen. Het is een hele eigen stijl wat ze hier hebben gebouwd. Het is ook denk ik op het pad geweest. Hier heb je dit enorme gebouw. Prachtig. Mensen. No, I don't need. Thank you. But begrijp even dat dit hele oude. Dat gaat over een hele oude jaartelling. Which year? Was this in which year around? Before like 3000 years. Before like 3000 years before Christ. Yes. Before okay, 3000 jaar voor Christus. Is this just amazing? Ja, maar echt, ik vind deze even op. You know what we call this in Ethiopia? Yeah. A taxi. Donkey is a taxi. It's a taxi. Yes. Is it here also a taxi? Okay, come. Where we go? You right now. Oh, okay. You sure? Okay. We zijn nu heel hoog in de bergen en dat heeft dus Monica geregeld. Hij is nu de zadel even aan het herstellen. Nou, mensen, we moeten hier erop. Ik ongelooflijk dat ik dit durfde. Echt waar, we zijn echt hoog, geloof me. Je ziet deze berg van hoog. Als je helemaal op gaan we de hele tijd met de paard. Nou, dat ik dat durf. We zijn even gestopt in een souvenirsteentje. Thank you. Deze man verkoopt allemaal wat spulletjes en zo. Weet je wat ik mooi vind? Dit vind ik mooi. Wat kleven, mooi thans. Dat is toch heel origineel. Maar hoe ga je dit dan dragen? Wat leuke dingen zeg. Oh. Wauw, kijk dit van alles dit. Leuk. Oh lief. Nog gewoon aan wat sjaals en zo. Misschien vind ik hier ook nog een mooie sjaal. Mooie art. Mooi hoor. Het is ook een mooie stijl qua sjaals hoor hier. Handmade camel wool. Dus ze rijden op de kamelen, maar halen ze ook die haren erop. Camel wool. I don't know. Ik weet niet, don't ask me. I will ask. But this is, can I ask you something? This is like the Napatian style. This is covered with handmade stuff here. Yes, but this is origin Napatian style? The style exactly, of the Napatian design, yeah. Made by the women. So we took the design from Petra and we copied in the shawl, in the silver, in anything. They have style. Yeah, this is shawl, I'll show you one. Yes, it's very beautiful. Look at this. There is many designs, but I want to just show you one. Wow, this is beautiful. Ze hebben echt, wauw. This is very beautiful.
Speciaal, hè? Ja. Het is gewoon een lijk zo, hè? Ja, they're all beautiful. Look at this. This one. Green, white. Wow. It's only here you can buy? Yeah. Nowhere else? No. Only... You can see Kobe, but Kobe like that. A copy. Kobe one like that. Copy. Kobe, isn't that fake one? Yes, but... Wow. It's polyester. Not good quality. This better quality. What wool. Is this? Wool. Yeah. Camel wool. Yeah. Gaaf hoor. Right here. Dus ik vind het gewoon mooi. Wacht. Die sjaal is gewoon... Wauw, dit is romantic. Kijk hoe glans dit, joh. Is toch mooi, joh. How much is this? This is 60. 60? Yeah, 60. Yes. It's a nice price. I'm gonna take a shawl, scarf. I don't know which one. I like this one. And you can pay with card here, by the way. Visa, Master, anything. Cash, you know. I mean, it's an option for you. Oh, thank you. I know. Don't worry. No. But I have cash with me. Yeah. Yes. Okay. But thank you for the advice. I think this is most beautiful, I think, till now. Take the one you like. Mm-hmm. Okay, in the hoog season, in high season, the sell it for 200. 120, 130. 130? Yeah, 130. Some American people, they buy it more. Yeah, they don't care, huh? They like it. Yes, of course, but not your face. We kwamen daar vandaan. Daar had ik zeg maar een sjaal gekocht. En wat voor gebouw je nu ziet is de monastery. Toen ik het voor het eerst zag, jullie hebben mijn reactie gezien. Ik was echt aan het huilen gewoon. Zo mooi. Het voelt echt, weet je waarom ik het zo mooi vind? Het voelt echt als geschiedenis, weet je. Het is gewoon dat je daar als persoon echt moet geweest zijn. Jouw voorouders hebben hier gewoon gereisd. Snap je? Gastrie, monastery. Wow, this is age. Ja. 85 before Christus. Laat me allemaal hele mooie plekjes zien. Hey, precies waar we een foto moeten maken. Oh, hier? Daar, wauw. To sit here or stand. Oh, het is very deep, hè? Oké, wait. Hey, vriendin! We gaan er even, wat gaan we doen dan? We zijn bij de muur. Hoe die geiten? Nee! Wat een leven hebben wij. We zijn lekker uit de muur. Wie weet het? Wat is voor de cupide? Ik zei zo, is toch lekker dit? He's shocking about the words. He said, what is this? I say, it's nice. Ah, because I didn't understand. No. Lekker is nice. Okay. Is lekker dit? Kijk maar hoe lekker. Dan zit je daar gewoon te chillen. Heb je de monastery zo. Zo lekker. Ah, de mensen. Wat een leven. Hij kent ook iedereen hier, hè? Zijn neven, zijn nichten. Hallo, salam. Oh, zij draagt blauw. Die kleur heb ik ook. This color, you see that color there? The woman, where? The blue one? Yeah. I have it. That's good. The same. We'll make it... For the desert.
Yes. For the desert, it's beautiful blue. Come. Come. Beep, beep. We zijn nu helemaal op de stop. Kijk wat een uitzicht. We zijn echt gek. Oh mijn god, je zusje. Ik krijg helemaal een heart attack. Dat is echt, ja. Kijk, dit is mijn pijnlijke hand, lieverd. Kijk, dit. Nee, geef niet, ik heb het nog niet terug. We zijn gek hoor, serieus. Maar echt, ze doen echt hun best. God, jouw zusje durft het gewoon. Zo is ook gangster. Hé, hey, I'm telling you, dit is echt de beste reis ever. Dat zeg ik bij elke reis, maar deze reis echt, geloof me, ik kom sowieso terug in Jordanië. Echt. Trouwens, ik ben gebeten door de kat. Girl, je hebt het gewoon even geflikt. Je stond daar gewoon. Ik werd helemaal misselijk toen ik dat zag. Ik dacht, ik ga even daarheen lopen. Ja, precies. Eén verkeerde beweging. Nu flik het hier. Maar echt. Ik kan je nog niet zo vaak vertellen hoe mooi. Hey. My life is amazing. Jullie vragen je misschien wel af, hoe hebben ze dit gebouw nou gebouwd? Dan ga ik het even vertellen. Ze zetten van die ijzeren plinten of houten plinten, zeg maar, in de muur zo. Tak, tak. Dan zetten ze houten plank erop en dan beginnen ze vanaf boven naar beneden af te wekken. Dus het gebouw, ze tikken het gewoon af van boven naar beneden zo. En dan beginnen ze, gaan ze vanuit het muur daar, gaan ze eerst boren, zeg maar. Zodat ze erheen kunnen lopen en dan beginnen ze te bouwen naar beneden. Begrijp je de logica? Ja, hè? We gaan nu naar beneden lopen. Maar zij zijn met de paarden gegaan en de ezel. Ik heb erop gezeten. Ik vond het maar helemaal niks. En naar beneden, hè? Hoe weet je hoe stijl het is. En dat gehobbel, de gehobbel. Weet je, erop gaat wel. Eraf, echt waar. Na de 2 seconden ben ik eraf gegaan. Ze zijn veel verder nu. Nu ga ik lopen naar beneden. Het is ook leuk, want dan zie ik al deze dingen. Thank you, I buy so many things, my friends. Hier allemaal souvenirtjes. Kopen dit, dat. Ik ben ze verloren, hè? Waar zijn ze? Ik zie ze niet meer, ik ben ze kwijt. Weet je hoe mooi het hier is? Kijk eens. Wauw. Kom zo'n nomaat kindje aan, vet schattig. Die muren, kijk hoe mooi. Super mooi, ja, die kleur.
Wait, 1 second. What is this name? I don't know. So, baby. What's his name? Zuzu. Zuzu. Zuzu, hey baby. Zuzu don't like me, huh? Number 12, ikhwan al Zahra. Nigga. Yeah. His name Nigga. The black boy. Nigga. We zijn nu this treasury. This is the famous treasury. Famous places in the world. شفت ياسر وين؟ طلع الدير. This one I like more than the other one. طلع الدير. This one is better. بس صح, yeah. Look this place. This one, look, take the camera there. Do you see the decoration there? Yeah. It's still there because the treasury is protect from up, from the rain and the sand and the wind. Mm-hmm. Yeah. It's Abdullah Isa. It's here, echt prachtig. We kwamen hier vanuit de Sikh, El Al-Silk. Daar een video over. Hold in the front, the two hand. Ik ben met de local boys. Yo. Say, what's your name? Say hello to Holland. Hello. Hi, Holland. Good hello. People. Good people. But you go to school here or no? Yeah. Yeah, we go to school. Yes? Yes. Yeah. And you live here in the Grave, right? Yeah, in Bigwood Village. And everybody is family from each other, right? Yes. Cousins. Yeah, cousins. Uncles. Yeah, same family. They know everything. They know everything from the beauty here. It lives, I think, more than 20,000 people here, right? No, 5,000. Oh, 5,000. But it was amazing to meet you guys. Say hello to Holland. He's famous on TikTok. Tactic? Of TikTok. Why not here? TikTok. TikTok. Yalla, yalla. Yalla, yalla. My name Wi-Fi. Me? My name Wi-Fi. Okay, Wi-Fi. Yeah. Wi-Fi my is name is WhatsApp. Wi-Fi is Wi-Fi. Is a connect. Wi-Fi. Is Wi-Fi. Mm-hmm. Is a connect. You guys are so funny. Welcome. Hope you enjoy. Welcome, Jordan. Welcome. Give me the five. It's not first. Welcome. Ik ben steeds meer gewend aan het paard. Ik vind het nog steeds heel spannend hoor. Ik heb heel veel dingen wel overwonnen, mensen. Echt. Er zijn heel veel souvenirswinkeltjes. Hey,
We gaan even wat drinken en eten met z'n allen. Ik laat even zien. You don't want to sit outside? Mensen kunnen hier ook lekker slapen. Je ziet van die kussens. Dit is with tuna en... wat heb ik eigenlijk besteld? Tuna en? Hummus. Dit is mijn eerste eten in een restaurant. Mm. Mensen. In Jordanië. In Amman was het echt lekker. Ja, ik ga ook naar Amman. Dus, het eten was op zich ja, niet echt heel lekker of zo. Een beetje droog tonijn. Die tonijn in de Seychelles zijn beter. We zijn onderweg naar de Gave. Ik zit weer lekker op de paard. Monika heet hij trouwens, als jullie het weten. Relaxed boy. En onderweg zie je dus de Great Temple. Ik ga je even laten zien. Oeh, ze glijdt uit. Wat spannend hoor, dit op paard rijden. Als ik naar links ga, hier ze glijdt uit. Dan gaat ze, als ik een beetje zo eens doe, gaat ze naar links. Als ik een beetje naar rechts doe. Ja. Dan gaat ze naar rechts. Ik vind het hier echt heel mooi. Wat gaat ze doen dan? Zo doen ze een beetje gek. Monika is al 23 jaar, hè? Gang, gang. Beetje weg. Dus daarachter, mensen. Is dus al die sightseeing en we gaan met het paard hier zo. Dan gaan we naar de Gave, naar het grond. Dus hij moet gewoon echt letterlijk hier. Hier wonen dus allemaal families. Oeh, plakketjes. Je ziet, dit zijn allemaal huizen. We gaan echt hoog door in Parijs hier, hoe hoog is hij? Ze doet goed haar best hoor. Ze is lekker aan het klimmen joh. Doe maar meisje. Oké, we gaan nu met een volle truck. Met heel veel mensen in de jeep naar de sunset. We moeten het met z'n tweeën over gelijk gezellig hoor daarvoor in. Heel bijna elkaar op elkaar schoot daar. Ja, echt. Oh ja, ik zie het pas maar. Zo. Something across the room. I saw you. Why not? Nee,
stop here, please. Oh my god. Echt erg. His life is too short, my friend. Kijk hoe mooi het is. Hey, de sunset. Waar gaan we de sunset zien dan? Hij zegt dat het te winderig voor de rode. We gaan het droog doen. Hij zegt dat het te winderig is. Maar waar is de sunset? But where is the sunset actually? Yeah. Over there? What's that? This is the beautiful sunset. No, so you know what I, you know what I say about sunset? That the sun is there and then it goes down like this. You want to go there to catch it before it's going down? Yes, maybe we go up there. And go there, the car. Yes, because we touch there the sun. Yalla. 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 We gaan weg. Oh, yeah, want hier, daar is de zon nog. Ja. Ik kom hier zo aan, zo. Ik denk, ja, waar is de sunset, mensen? Is er geen sunset? Kijk, als we nou daar naartoe gaan, dan gaan we nu naartoe. Dan zie je echt de zon. Dat is een sunset. Toch of niet? Als je iets doet, moet je het ook goed doen. Maar hij is een goede gids. Maar af en toe mag ik hem wel even vertellen wat ik wil. Wat heb ik dan? Ja, het is echt een mooie sunset. Ze proberen die drone zeg maar uit. Maar die drone moet die kant op. Die drone kan niet tegen de richting in. Die gaat een beetje zo zweven. Gaat misschien als hij gewoon zo gaat draaien aan deze kant, dan maakt hij gewoon gelijk gewoon in de zon maakt hij een filmpje. Of kan dat niet tegen de zon? Naar die Petra Night Show en daarna gaan we naar Amman rijden. Yay! 1, 2, 3. Oh, ah! Yeah.
Dit is echt traditioneel eten, mensen. Someone is calling for food. Nice. Dus dat is zeg maar. Magloba. In Arabisch omgedraaid. Ja. Better than nothing. This is nice, man. This is nice. We need to be quiet. It's so nice. Ik had echt niet verwacht. Yes, it. Ah, yoghurt. Honey. Really, I see this, I think, but now no, I it's eat, like it's when we eat, we are quiet, you know, because that's me. And my caravans used to load all kinds of stuff, such as ivory. We zijn onderweg naar Amman. We are already in Amman. De hele show van Petra was niks aan. Sorry mensen, maar er waren alleen maar lampjes. En that's it. Ik dacht de hele show. Voor de rest was zeg maar de view wel mooi hoor, dat niveau. Hier vanuit mijn balkon. Kijk, vanuit het appartement zie ik de citadel. Zie je daar? Dit is allemaal mensen. Ik kijk eigenlijk achter een tuin van iemand. Ik weet niet wat het is.